Hoe gaat het nu met je? Slecht. Sinds die dag dat dat gebeurd is in Eindhoven, is mijn leven helemaal omgedraaid. Ik heb er enorm veel spijt van, dat nooit niet mogen gebeuren. Zou je die avond kunnen beschrijven? We waren met 8 gaan feesten in Eindhoven. Hier in Turnhout staat dat wel een beetje bekend voor. Ja, daar kan je goed gaan feesten. En ja, het einde van de avond was er een andere jongen die al heel de avond ruzie aan het zoeken was. We hebben meerdere maals gezegd van stop ermee. Je zegt een jongen zocht ruzie. Welke jongen bedoel je precies? Ik denk dat dat wel algemeen bekend is over wie dat gaat. Ik heb geen zin om daar een naam op te plakken. Wat was jouw aandeel in het hele gebeuren? Ik heb 2 keer geslaan. En geslagen heb je met duw gegeven? Nee, gewoon geslagen en daarna ook direct doorgelopen. Ik heb niet meer gezien wat de rest op die jongen heeft gedaan. Wat heeft hij gedaan om een pak klappen te krijgen? Dat weet ik zelf niet. Er is een andere jongen tegen fietsen beginnen stampen. Die jongen zal daarop gereageerd hebben. En dan is die andere jongen beginnen duwen. Wat dacht je toen het allemaal gebeurde? Nou, wat denk je op dit moment? Op dit moment denk je maar, ik bescherm mijn vriend. En dit is een foto. Van haar naam. Ja, precies. Dat ben jij toch? Ja, dat ben ik inderdaad. Toen die jongen op de grond lag, toen bleef 1 persoon die jongen continu trappen. Wie was dat? Een vriend van mij. En waarom dek je voor de andere 2 jongens? Waarom zeg je niet gewoon, die heeft dat gedaan en die heeft dat gedaan? Omdat ik zo'n persoon niet ben. Dan moet je dan maar aan die andere jongens gaan vragen wat hun aandeel is tot de vechtpartij, maar dat ga ik niet doen, sorry. Hoe was de terugreis naar huis? Hoe is het terugreis naar huis? Ja, opgedrogen ook van wat hebben we nu weer gedaan. Maar we vragen toen eigenlijk ook wel een beetje af hoe is het met slachtoffer. Weet je, dat is allemaal gebeurd op een minuutje tijd. Op nog geen 5 minuten tijd ben je terug naar België aan het rijden. En daar denk je op die moment niet verder bij na. Pas als je thuis bent en je bed ligt, dat je overgeslapen hebt, ga je daarover nadenken van, oh nee, wat heb ik nu gedaan? Zijn jullie de volgende dag bij elkaar gekomen en hebben jullie de dag ervoor geanalyseerd? Nee, want een van de jongens is een van mijn betere vrienden. En de rest van de jongens, ja, ik ken hun wel. Ik ga er soms wel mee weg, maar hun zie ik eigenlijk nauwelijks, dat zou zeggen. Hebben jullie überhaupt opgezocht van, goh, hoe zou het met het slachtoffer gaan? Nee, hebben we niet gedaan, maar op de terugweg richting België hebben we ons wel afgevraagd, meerdere maals, van hoe zou het met die jongen zijn. Dat er een paar jongens iets te over waren gegaan. En dan spreek ik niet over de 8, dan spreek ik over 3 jongens. Want wat ze met die andere jongens doen, er hebben uiteindelijk 3 jongens geslagen, geen 8. Maar waarom hebben jullie nooit overwogen om zelf naar de politie te gaan en zeggen, we hebben iets heel stoms gedaan en het spijt ons. We hebben het daar samen niet over gehad. Niet over gehad. Nooit te sprake gekomen, zeg maar. Ja, tussen mij en een andere jongen wel, maar met de rest die ik minder goed ken, niet. Maar jij en de andere jongen hebben het dus wel degelijk over gehad. Mm-hmm. En wat hielden jullie tegen om naar de politie te gaan en te zeggen, sorry, wij hebben het schrik gedaan? Schrik voor de straf. Voor de straf? Ja. Wanneer was de eerste keer dat jij wist dat er een filmpje circuleerde met jullie gezichten erop? Ik kreeg een telefoon van een andere jongen en ik pak de telefoon en ik zeg hallo. Een andere jongen die een van de 8 doe je? Ja, die had dat filmpje gezien, die moeder had het gezien op tv of op Omroep Brabant. En die jongen belde me op van ja, het is gefilmd ons gevecht. Ik zeg hoezo? En ineens, ja, die moeder pakte over, die heeft me daar eens goed op mijn plaats gezet natuurlijk. En die heeft diezelfde avond nog gezegd, ja, ik ga deze avond naar de politie. Ik zeg ja, ik ga eerst naar mijn advocaat en naar mijn moeder en dan zie ik wel wat ik morgen doe. Je ziet het eerst op Omroep Brabant en dan denk je van ja, die moeder is al naar de politie, ze zullen het er wel afhalen en ze zullen ons onderzoek wel starten. Dan zie je dat op Nederlandse televisie komt, nationale televisie. Dan zie je dat in het Belgische nationale nieuws komt. Ja, en dan schrik je wel. Maar begrijp je dat dan? Tuurlijk begrijp ik dat. Want het zijn misdaden die nooit mogen gebeuren. En dan zeker niet als ze de namen niet hebben van wie het gedaan heeft. Daders moeten gepakt worden, op welke manier dan ook. Heel veel advocaten roepen, waaronder uw advocaat, die zegt van goh, ze zijn al zwaar genoeg gestraft in de media. Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe kijk ik daar tegenaan? Ik ga mijn straf nog moeten krijgen, maar die media
heeft mij toch ook al wel een beetje gestraft. Ik sta bijna in elk boekje in België. Op elke voorpagina van de krant gestaan in België. In Nederland komen we op opsporing verzocht. Dat is niet niks, hè. Het doet pijn om jezelf te zien op tv. En dan zeker in zo'n ding is. Pas als dat filmpje uitkomt, dan begin je te beseffen van shit, wat heb ik nu gedaan? En dan beginnen de tranen te komen en dan beginnen de emoties te komen. En op die moment is mijn leven ook wel een heel deel veranderd. Begin je wel te denken van... Hoe is het veranderd dan? Hoe veranderd? Ik begin wel een beetje te beseffen dat ik een toekomst nodig heb. En als ik op die manier blijf, als je dat op die manier blijft doen, dan is er geen toekomst voor mensen zoals mij in de maatschappij. Zo wil je niet neergezet worden? Nee. Want hoe ben jij in het dagelijks leven? Want iedereen heet... Ik ben doodnormaal jongelijk, andere jongens. Je kunt met mij lachen, je kunt met mij plezier maken, alles. Maar ik denk dat je nu ook wel ziet dat ik enorm veel spijt heb van hetgeen wat ik gedaan heb. En dat zou niks nooit meer mogen gebeuren. Ik slaap er zelfs niet goed door. Het lukt niet meer. Waarom niet? Dat je beseft dat je iets... Ja. Dat je beseft dat je op één minuutje tijd meer dan de helft van je leven kwijt bent. Dat je alles terug opnieuw kan gaan doen. Toekomst, dit, dat, alles. Iedereen kijkt me aan op straat, alles. Is niet leuk hoor. Maar het is mijn eigen fout en dat besef ik maar al te goed. Dat filmpje heeft op één minuut tijd heel mijn leven veranderd. Ik moet dat filmpje nooit van mijn leven nog zien. Het komt genoeg terug in mijn hoofd. Van de week krijgen we een tip binnen dat jij een foto op Twitter gepost hebt. Dus je kan er wel aan het vieren bent. Ja. Van die dag, wanneer dat filmpje of wanneer dat in Eindhoven is gebeurd, is mijn leven helemaal omgedraaid. Ik zit thuis. Ik zit maar te denken. Als er dan één weekendje is, ik ben niet uit geweest of zo, maar ik gewoon mijn vrienden iets ga drinken bij iemand thuis. En het thema, het is carnaval deze week. Weet ze in België, weet ze in Nederland ook. En ze vragen, ja, kom verkleed. Oké, er wordt een foto getrokken. Ja, ik zet die op Twitter, maar dat is gewoon eens eventjes voor van, ik zit elke dag maar te denken, hoe is het daarmee? Hoe zit het nu? Te stressen over, hoe is die rechtszaak, dit en dat. Dat is gewoon het moment waarin ik eens heel eventjes mijn gedachten kan vrijlaten, heel eventjes nog eens lol kan maken. Maar als die een dag voorbij is, dan is het weer van denken en huilen en denken en huilen. En hoe zit het nu en wat gaat er nu gebeuren? Maar je gaat wel uit en je gaat wel een foto op Twitter zetten. Ik ben niet uit geweest. Het was bij een vriend thuis. Dus uitgaan en bij een vriend thuis noem ik nog iets helemaal anders. Maar kan je begrijpen dat die foto die je op Twitter postte, dat kwetsend is, zeker voor het slachtoffer? Voor het slachtoffer, ja. Maar ik denk dat het slachtoffer... hopelijk ook wel een beetje begrijp van, ik zit nu ook elke dag in de sleur en ik wil ook wel eens nog eens één keer mijn gedachten verzetten van wie weet, wat komt er nu nog voor mij? Ik ben nu al zo redelijk hard gestraft door de media en het is nog niet gedaan, de rechtszaak moet nog komen. Hè? Dat ik dan ook eens één keer mijn gedachten mag verzetten en ik ben niet weg geweest, ik was gewoon bij een vriend thuis. Maar als ik je verhaal nu zo hoor, dan lijkt het of jij het slachtoffer hier bent. Nee, of jij je absoluut vrienden slachtoffer niet. Hij is het slachtoffer, want... Waarom zou ik het slachtoffer dan zijn? Hij zegt, je hebt het moeilijk en nou ja, goed, je zegt dat... Moeilijk met de daden wat ik gedaan heb, hè. Niet met mezelf, hè. Met de dingen dat er gebeurd zijn en wat ik gedaan heb. Denk je wel eens aan het slachtoffer? Tuurlijk. Ik heb er een brief in geschreven. Ik zit er elke dag achter te vragen aan mijn advocaat. Ik zou er ook liefst contact mee hebben. Of gewoon telefoon, dus ik moet hem niet persoonlijk zien, maar gewoon telefoon zijn en mijzelf kan horen dat ik er echt wel spijt van heb en dat nooit meer mag gebeuren, zoiets. Zou jij iets tegen hem willen zeggen? Dat mij ontzettend hard spijt en dat zo'n ding is nooit meer mogen gebeuren. Daar kan je niet meer op zeggen, hè. Het is gebeurd. Maar waarom maak je het dan niet makkelijk en dan zeg je, nou, ik ga gewoon naar Nederland toe. En dan ga ik daar gewoon voor de rechtbank mij verantwoorden. Daar volg ik mijn advocaat in, sorry. Ik kan niks op zeggen. Ik volg mijn advocaat daarin. Je zegt dat je spijt van hebt en ja, goed, en je betreurt het allemaal. Maar aan de andere kant wil je straf ontlopen. Helemaal niet. Want al word ik in België of in Nederland vervolgd, een straf zal ik sowieso krijgen. Denk je dat jullie straf verdienen voor wat jullie gedaan hebben? Tuurlijk, iedereen verdient zijn straf. En
bijzonder de 3 dagen geslagen hebben. Wat voor straf verdien ik zelf? Dat gaan we het gerecht laten uitwijzen, denk ik. Maar als je die ding ziet op internet, tot 10 jaar celstraf of een taakstraf, ik kan er nu niks op plakken. Ze mogen, ik heb mijn straf verdiend, ik ga het sowieso krijgen. Al krijg ik een taakstraf, al moet ik de cel, ik zal ze sowieso aanvaarden, want ik heb iets fout gedaan. Ik wil zo snel mogelijk mijn straf krijgen en gewoon opnieuw een begin maken. Ja, dat alles gewoon terug fatsoenlijk opnieuw kan. Dat alles deze achter de rug is, dat ze het over 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar allemaal vergeten zijn.